Moreno Hofland, iedereen heeft het bij jullie in jullie ploeg over Dylan Groenewegen. Hele mooie dingen doen. Moet toch voor jou wel lekker zijn dat die druk bij een ander ligt? Niet alleen vandaag. Ja, nou, sowieso. Kijk, hij heeft het afgelopen seizoen tot nu toe zeker bewezen dat hij de snelste is van de ploeg. En, ja, dat is zeker goed om in de ploeg te hebben. En ik denk dat we dat gewoon in deze koers heel situaties kunnen creëren dat we kunnen winnen. Godverdorie. Nee, maar hij is onze troef voor de sprint. En de koers is 212 kilometer lang. En ook hoop dat heel wat wint. Dus we hebben een aantal mannen die mee kunnen zijn en dan kunnen winnen. Dus we hebben veel kaarten die we kunnen spelen. Ja, Dylan zegt, als het op een sprint uitdraait, zullen we mijn kaart spelen. Wat gaat jouw rol daarin zijn? Ik moet vooral anticiperen in de periode daarvoor. Dus gaan we zien. Dus mocht het op een sprint uitdraaien, dan is het niet dat er een treintje links voor Dylan gaat en een treintje rechts voor Moreno. Nee, als hij gaat sprinten, dan gaat hij sprinten. En dan heb ik wel een vrije rol. Dan zal ik met mijn ziel gaan beurt zitten of zo. Een beetje die andere jongens moeilijk te maken. Maar kijk hoe dat uitpakt. Dus al met al, die Nederlandse titel is natuurlijk de inzet. Maar dat maakt in principe niet zo heel veel uit dat Dylan hem pakt. Of dat bijvoorbeeld jij op deze oplopende strook hem pakt. Nee, denk ik niet. Maar het is ook sowieso, we hebben ook Mike Teunis en andere jongens, Bijt Jan. Die kunnen winnen uit een groepje en ik ook. Dus misschien gebeurt dat wel, je weet het niet. We weten het zeker niet. Veel succes vandaag, Moreno.